Goeiedag. De nieuwe tiendaagse weersverwachting. We gaan eens even kijken wat het de komende periode gaat worden. De afgelopen periode hebben we veel onzekerheid gezien in de weersverwachting. En eerlijk is eerlijk, ik zie dat toch ook nog wel weer op voor na dag 4-5. Veel onzekerheid in de weersverwachting. Wat wel zeker is momenteel, is dat de bossen er over het algemeen prachtig bij staan en dat je mooie plaatjes kan maken. Hier ook weer zo'n beeld van paddenstoelen. We worden momenteel overspoeld daadwerkelijk met paddenstoelfoto's. De een nog mooier dan de ander. Kijken we dan wat meer naar een weerfoto, dan zagen we vandaag wel veel wolkenvelden in het land. En met name in het zuiden en zuidoosten viel flink wat regen. Met name in Limburg stond zelfs een code geel, staat nog steeds uit voor veel neerslag. En die neerslag heeft alles te maken met de restanten van orkaan Kirk, die momenteel nog ligt boven het noordwesten van Frankrijk. Maar geleidelijk aan de richting Duitsland trekt. En als we de weerkaarten erbij pakken, dan zien we hem terug uiteindelijk hier tussen Denemarken en Zweden. En dan zijn we aangekomen op donderdagochtend. Dit lage drukgebied, het is nu nog een lage drukgebied. Het is geen orkaan meer, zorgt voor veel regen. En ja, zoals gezegd, met name in Limburg viel vandaag ook veel regen. Code geel waarschuwing daarvoor. Ook morgen kan daar in eerste instantie nog flink wat regen vallen. Maar de wind gaat draaien, die wordt noordwest. En dan krijgen we juist te maken met buien. Tussen die buien door zijn er ook wat opklaringen. Als ik de animatie in beweging zet, zien we dat lage drukgebied wegtrekken. En wat we dan geleidelijk aan zien gebeuren in de loop van vrijdag is een hoge drukgebied. Boven België komt dat tot ontwikkeling en dat gaat dan weer even voor wat rustiger en droger weer zorgen. Maar wolkenvelden blijven wel in de buurt. Hoewel dat op vrijdag niet echt van belang zal zijn. In het weekend kunnen die wolkenvelden wel weer wat meer gaan toenemen. We zien alweer een nieuwe depressie hier ook bij Portugal en Spanje aankomen. Gaat ook weer richting Europa trekken. En dat betekent dat het langzaam maar zeker ook weer wat onbestendiger gaat worden volgende week. Hier zien we dat bijvoorbeeld op zondag, dat lage drukgebied, een nieuw lage drukgebied wat dan weer over de Noordzee trekt richting Denemarken. En ook dat geeft dan weer regen. Maar het is allemaal erg onzeker, want hoe snel trekt dat hoge drukgebied weg? Hoe snel komt dat lage drukgebied erin? Het zorgt voor veel onzekerheden in de weersverwachting. In de pluimen kunnen we dat goed zien. We zien trouwens weer een nieuw hoge drukgebied volgende week opbouwen. Maar dat trekt al vrij snel door richting Polen en de Baltische Staten. En dan kunnen wij weer met een zuidelijke stroming wat zachtere lucht gaan verwachten. Maar u ziet het, er zit toch ook wel wat neerslag allemaal in. En dat kan dan ook weer dichterbij gaan komen. Kortom, dat ziet er ook weer wisselvallig uit. En als dat hoge drukgebied niet zo snel doortrekt, ja, dan blijven we even tijdelijk in wat rustiger vaarwater. Dat voor wat betreft de weerkaart. Ik zal het nog een keer laten zien. Met name dat één laag drukgebied, dat vind ik wel even interessant. Wat dan af Schotland onze kant op gaat komen. Dat diept volgens dit Amerikaans model nog wel even flink uit. En dat kan dan voor die onbestendigheid zorgen op zondag. Dat maakt die zondag al erg onzeker, omdat niet alle modellen op deze tour gaan. En dan nog een keer die regen die dan vanaf woensdag weer vanuit het zuiden binnen kan komen schuiven. Laten we maar eens naar wat weerkaarten gaan kijken. Voor donderdag bijvoorbeeld, dat is een dag waarbij de zon zich ook wel gaat laten zien, maar er vallen ook buien. En de temperatuur ligt zo rond de 13, 14 graden. Dat alles bij een matige noordwestenwind. Boven land kan die af en toe vrij krachtig zijn. Zeker in de kustgebieden. Die noordwestenwind die op de kust komt, die is af en toe krachtig. Windkracht 6, misschien zelfs wel even tippend aan windkracht 7. Op vrijdag een vrijwel droge dag, denk ik, met flinke zonnige perioden. Maar de temperatuur die blijft rond die 30 graden, omdat die wind eenvoudigweg in de westhoek blijft zitten. Dan ga ik naar een pluim toe en dan pakken we de pluim erbij in detail. En dan zien we direct al die onzekerheid die erin zit. Want de eerste dagen liggen al die uitkomsten wel mooi op elkaar. Maar als we dan vanaf zondag gaan kijken, dan zie ik hier bijvoorbeeld een oplossing van rond de 20 graden. Terwijl we hier ook oplossingen zien rond de 10 graden. Nou, dan ligt het er meestal wel ergens tussenin. Maar die onzekerheid die blijft in het model zitten, in het Europees model. Waarbij de oper, zoals we die noemen, de rode lijn, over het algemeen toch echt wel aan de lage kant ligt. Dat is ook de temperatuurwaarde die je altijd in weerkaarten geplot ziet worden. Dus dat ziet er allemaal heel fris uit. Terwijl het toch een behoorlijke kans is dat die temperatuur een stuk hoger gaat uitkomen op die maandag en dinsdag. Heeft natuurlijk ook weer te maken met windrichtingen. We zien ook in de pluim weer dat die windrichting, ja, toch een beetje alle kanten op kan gaan. Het lijkt er wel op dat die over het algemeen tussen zuid en zuidoost gaat zitten in de periode maandag en dinsdag. Hier zien we dat, maar we zien toch wel heel duidelijk dat er verschillende opties
mogelijk zijn. En hier komt er dan weer meer een zuidwestelijke richting in. Kortom, veel onzekerheid. Het mooiste is natuurlijk als je dit soort beelden hebt, één kleur. Dan weet je gewoon zeker in dit geval dat we met een noordwestenwind te maken hebben op donderdag. Ja, onzekerheid. Ik heb het woord inmiddels wel 10, 15 keer genoemd, denk ik, in de verwachting. Laten we toch ook maar even naar de neerslag gaan kijken. Want dan zien we dat die vrijdag in ieder geval er droog uitziet. Donderdag wel die buien. En dan vanaf het weekeinde, ja, neerslagkansen die over het algemeen zo tussen de 25% en 45% gaan uitkomen. We zien hier de neerslagkans van 1 mm. Het kan natuurlijk soms ook een beetje motregenen. En dan valt er 0,1. Dat nemen we niet mee in deze pluim. Kortom, het blijft wat aan de wisselvallige kant. In het weekend denk ik toch wel overwegend droog. En ja, het is een tiendaagse, maar de vrijdag die ziet er voorlopig het beste uit. Met flinke zonnige periode en droog weer. Nog fijne dag.